Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Een wisselend bewolkt beeld met hoge bewolking, maar ook stapelwolken die in de loop van de dag ontstonden. En die zien we goed op de satellietfoto. Eerst weinig wolken en inmiddels boven het binnenland, inderdaad, dikke stapelwolken. Het is wel op de meeste plaatsen droog. En die stapelwolken gaan verdwijnen. Dat doen de wolken die we ten westen van ons land zien, doen dat niet. Die wolken die trekken geleidelijk aan verder het land in, en misschien dat er vanavond zelfs wat lichte regen of motregen valt, met name in het noorden van het land. Want daar zijn de wolken het dikst. Het koelt af naar een graad of 10. In het zuiden houden we de opklaringen. Vannacht een wisselend beeld met later in het noorden, juist weer wat opklaringen en misschien nog een temperatuurdaling in Groningen. In het zuidoosten blijft het ook aan de heldere kant en pakt de temperatuur ook wat lager uit dan onder de wolken waar het een graad of acht is. Morgen eerst wolkenvelden en wat zon. In de loop van de dag van het noordwesten uit steeds meer opklaringen. De zon gaat terrein winnen en het wordt 12 tot 14 graden bij een overwegend matige wind uit het noordwesten. De temperatuur loopt langzaam wat verder op. Woensdag merken we daar nog niet zoveel van. Hoewel er wel veel ruimte is voor de zon. Donderdag is dat wel het geval. Dan wordt het in het zuiden 16, misschien zelfs 17 graden. We zien dan wel meer sluierwolken. En de bewolking neemt vrijdag ook weer wat meer toe. Er is nog steeds ruimte voor de zon. Maar de wind draait terug naar het noorden. En er komt een aanvoer van koude lucht op gang. En die koude lucht hebben we vooral na vrijdag ook. Met maximum temperaturen die misschien zelfs onder de 10 graden uit gaan komen. Pas in de loop van de volgende week langzaam weer wat stijgen en tegelijkertijd zien we de minima ook weer dalen en komen misschien zelfs wel weer een keer in de buurt van het Vriespunt. Vrij koud weer, dus het is ook wat wisselvallig met ruimte voor de zon, maar in die periode ook steeds kans op een paar buien. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.